ISDS, oftewel Investor-State Dispute Settlement, is een manier om een conflict tussen een investeerder en een staat te beslechten via arbitrage, dat wil zeggen een geprivatiseerde rechtbank. Het bestaat in deze vorm pas sinds 1987. Dan klaagt een Engelse investeerder Sri Lanka aan omdat zijn ganale farm verwoest is in de burgeroorlog. Hij beroept zich op een investeringsverdrag. Halverwege de jaren 90. Wordt het vrijhandelsakkoord NAFTA afgesloten en krijgen Canada en Mexico de eerste zaken tegen zich. In 2002 voert Argentinië grote hervormingen door om de economische crisis te lijf te gaan. Bedrijven die zich daardoor benadeld voelen, pikken dat niet en klagen het land massaal aan. Argentinië krijgt in totaal 56 ISDS-claims tegen zich. Ondertussen worden er steeds meer zaken gevoerd tegen landen in Oost-Europa op basis van het Europese Energiehandvest. De meeste zaken zijn gericht tegen ontwikkelingslanden die investeringsverdragen hebben afgesloten. De aanklachten komen vooral uit de VS. Nederland staat op nummer 2. Door bezuinigingen in Europa explodeert ook daar het aantal zaken. In totaal zijn er wereldwijd tot 2014 629 zaken bekend. Steeds meer landen, zowel rijk als arm, vragen zich nu af of dit systeem wel is wat ze willen.